In de minireeks Wildvogelpark Backstage nemen wij u mee doorheen het wondermooie Wildvogelpark in Walsrode. We gaan dieper in op het kweekprogramma van verschillende bedreigde vogelsoorten en werpen een blik achter de schermen van het kweekproces. We volgen het doen en laten van diverse vogelsoorten, zoals de uitzonderlijke collectie kraanvogels of de zeer kleurrijke lorriegemeenschap. Maar naast de kleurenpracht van de vogels is er ook aandacht voor de prachtige botanische tuinaanleg met zijn uitzonderlijke collectie rhododendrons. Wildvogelpark Backstage. Een sterk verhaal van mooie vogels in een prachtig decor van bloemen en planten. Volgende week op Plattelands TV. Het Wildvogelpark van Walsrode ligt in de mooie Lüneburger Heide in de Duitse deelstaat Neder-Sachsen. Het is een van de mooiste en grootste vogelparken ter wereld. Op een oppervlakte van 36 hectare hebben meer dan 650 soorten vogels er hun thuis. Goed voor een totale populatie van ruim 4700 exemplaren. Extreem groot, piepklein, kleurrijk of met uitsterven bedreigd. De vogels wonen er in kweekvolières of in supergrote volièresystemen met vrije vlucht, waar je als bezoeker zo kan doorwandelen. Walsrode is een gedroomde locatie voor vogelfotografen. De mooie plaatjes liggen er voor het rapen. De dieren leven hier in een biotoop die nauwelijks verschilt van hun natuurlijke habitat. Je vindt hier net zo gemakkelijk een stukje tropisch regenwoud als een strand met golvende zee. Het Wildvogelpark heeft een unieke vogelcollectie. Lorries. Papegaaien. Aras. En kakatoes. Afkomstig van over de hele wereld. Door hun kleurenpracht zijn de dieren echte blikvangers in het park. De nakweek van de vogelsoorten is een echte uitdaging. En die verloopt met wisselend succes. In het seizoen zijn parkwachters dagelijks bezig met verschillende jongen op te fokken. Het publiek kan van op veilige afstand meevolgen in het baby- en opfokcentrum. Ook wie op zoek is naar rare vogels, komt uitgebreid aan zijn trekken. Met deze schoenbekooievaar bijvoorbeeld. Of wat dacht je van de hoornraaf, die eigenlijk een grondsoort is van de familie van de neushoornvogels. Hun soortgenoten zijn echte bosvogels en net als spechten en toekans zijn het holenbroeders.
Op wetenschappelijk en ornithologisch vlak neemt het Wildvogelpark zijn internationale verantwoordelijkheden op. Het park doet dit door kweekprogramma's voor bedreigde vogelsoorten te integreren en deze ervaringen internationaal uit te wisselen. Voor parkdirecteur Geer Scheris zijn de kennis en ervaring die tijdens het kweekproces worden opgedaan van essentieel belang voor het behoud van deze soorten in de natuur. De collectie van vogels hier in het Wildvogelpark wordt steeds meer en meer belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek en natuurbescherming en soortbescherming. Dat komt doordat wereldwijd de biotopen van deze vogels steeds maar achteruit gaan en steeds minder natuur overblijft. De technieken die wij hier ontwikkelen, vooral met betrekking tot het zich laten voorplanten in een beschutte omgeving van deze bedreigde vogels, moeten natuurlijk uitgedragen worden. Die kennis moet mobiel zijn, die moet flexibel zijn. En daarvoor hebben wij die samenwerking met internationale mensen die van de hele wereld hier komen voor training. Uitwisseling met dierentuinen in samenwerkingsverband van de zoo-organisaties van alle werelddelen. En het meest belangrijke is het uitwisselen van dierenkennis en het trainen van mensen vanuit de landen van oorsprong van die vogels met het doel deze te beschermen in hun eigen landen, in hun eigen biotoop. Vogelpark heeft een uitzonderlijke collectie kraanvogels. Maar liefst 13 verschillende kraanvogelsoorten zijn hier aanwezig. En een kweekprogramma met al die soorten loopt volop. De expertise die het park op dat vlak heeft opgebouwd, staat wereldwijd hoog aangeschreven. Maar niet alleen de vogels maken een bezoek aan het Wildvogelpark de moeite waard. Tuinaanleg om en rond het vogelpark is gewoon verrassend. En dit is ook een bewuste keuze van de parkeigenaars. Van maart tot eind oktober is het hier een bloemenfestijn. De investering in die bloemenpracht is gewoon omdat 60% van de mensen die hier naartoe komen, komen altijd speciaal voor de tuinen in combinatie met de vogels. Maar de vogels zijn natuurlijk het belangrijkste. Meer dan 3 miljoen bloembollen zorgen tijdens het voorjaar voor een explosie aan kleuren. Na de voorjaarsbloeiers nemen de rhododendrons het over. De ruim 100 verschillende soorten vormen hier een unieke collectie. Later in de zomer is het de beurt aan het perkgoed, de zomerbloeiers en diverse rozensoorten. Zij veranderen het park in één groot kleurenspektakel. Het Wildvogelpark wil de bezoekers ook betrekken bij wat er allemaal in het park gebeurt. En ze tegelijk ook iets bijbrengen. Duizenden kinderen krijgen hier hun eerste lesje vogelkunde. Ook de interactie met deze prachtige regenbooglorries levert zonder twijfel een onvergetelijk moment op. Thank you.